vierjarige Rihanna Pierre, het zusje van de zevenjarige Cindy Pierre, is zaterdag te Alphensdorp gevonden. Kort nadat Cindy plotseling van achter de school het dorp was ingelopen, is Rihanna op aanwijzingen van haar door de politie gevonden in het bos. Rihanna's levenloze lichaam is ongeveer een kilometer verwijderd van het terrein van de school in het bos, onder een boom aangetroffen. De politie van Albina kreeg op zaterdag 4 maart omstreeks 4 uur melding van de vermissing van de vierjarige kleuter Rihanna Pierre en de zevenjarige Cindy Pierre. Een week later en precies tegen dezelfde tijd zijn beide meisjes teruggevonden. Jammer genoeg was Rihanna niet meer in leven. Cindy is afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medisch onderzoek. Het ontzielde lichaam van Rihanna is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. In deze zaak zijn er 3 verdachten in verzekering gesteld. De politie onderzoekt deze zaak verder.